De rijstvelden in Ikeri zijn droog en de rijstboeren wachten dringend op water. Mahinder Kumar Yogi bracht dit gisteren ter sprake tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Hij vertelde dat hij zelf een bezoek had gebracht aan het rijstdistrict en daar opmerkte dat de velden al bewerkt zijn, maar er nog steeds geen water beschikbaar is. Voorzitter, mensen wachten op water. De pomp van Wakai heeft niet gedraaid al een tijdje, voorzitter. En ik begreep dat er geen diesel is getransporteerd, voorzitter, door het ministerie van LVV. Voorzitter, via u wil ik een beroep doen op de regering, op het ministerie van LVV, om haar werk goed te doen en correct te doen en op tijd te doen, voorzitter. De boeren hebben al genoeg problemen in Ikeri, voorzitter. De paddyprijs is laag, voorzitter. De droogte houdt aan. De mensen hebben toch moed verzameld om inderdaad door te gaan, omdat er verplichtingen zijn, voorzitter. Maar het is weer het ministerie van LVV die het nalaat, voorzitter, om de nodige voorzieningen te treffen. Yogi benadrukte dat dergelijke zaken zich niet meer mogen voordoen. Hij wees erop dat de inzaaiperiode weliswaar al is begonnen, maar dat bepaalde boeren dit proces nog niet hebben kunnen opstarten. En u begrijpt zelf wat er gebeurt wanneer boeren laat inzaaien, hebben ziektes, voorzitter, die voorkomen, plagen, voorzitter, die voorkomen. En dat betekent dus dat uiteindelijk de boer meer zal moeten inzetten, voorzitter, om die output te krijgen wat uiteindelijk minder wordt. Wij doen via u een beroep op de regering, voorzitter, om nogmaals om het daarheen te leiden dat de boeren genoeg water hebben, voorzitter, die hun arealen kunnen bevloeien, hun arealen verder kunnen bewerken, de inzaai ter harte kunnen nemen, voorzitter, voor zichzelf, voor het land. De voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B., bracht eveneens de droogte in het binnenland ter sprake, waarbij rivieren bijna volledig droog staan. Hij benadrukte dat deze droogte het dagelijks leven van de mensen in die regio ernstig verstoort. B. riep de regering op om mogelijkheden te bekijken om de getroffen bevolking van het gebied te ondersteunen.